gasten, goed jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Tarik ook en vandaag gaan we natuurlijk weer pack deel nummer 4 opnemen. En de transfermarkt is voorbij, zoals je al wist, van de deel nummer 2 en nummer 3. Deze reactie kwam van Jonathan Gris. We gaan alle belangrijke wedstrijden spelen. Maar liefst 33 likes op Instagram. Dus dat gaan we doen. En dat zal voor mij zijn Ajax, PSV en Feyenoord ga ik sowieso spelen. En de rest moet ik maar zien hoe het in de competitie verloopt. Elke wedstrijd zou ik alleen het doelpunt laten zien. Je zou mijn live reacties zien. Het is niet achteraf opgenomen. Het is echt dat ik opneem en dan tegelijkertijd speel. Dus ja, je zou mijn live reacties zien. Je zou ook alleen het doelpunt zien. En de rest zou ik allemaal simuleren. En dan tot en met de transferperiode van de winterperiode. De wintertransferperiode, juist. Dat is hem. Dus de eerste wedstrijd is meteen tegen Ajax. Dus let's go. Oh ja, we staan momenteel ook tweede gelijk met PSV als ik het goed heb. Dus het belooft een mooi potje te worden meteen. En we gaan gewoon alles gewoon meteen laten staan. En ik vind het helemaal mooi. En we gaan gewoon meteen knallen. 6 minuten. Legendarisch. Let's fucking go. Penalty. Let's go. Volgens mij is dat de licht, of niet? Oké. Let's go, de licht. Oké, we gaan voor de Panenka, jongens. We gaan voor de Panenka. Ik weet niet of de computer daar intrapt, Panenka. Ja, weet je wat? Wie zullen we laten nemen? Laten we gewoon Bram nemen. Laten gewoon Bram van Polen nemen. Oké, we gaan voor de Panenka. Gewoon dwars door het midden. Hopelijk trapt hij erin. Ja, hij trapt erin. Let's go. 1-0. In de Amsterdam... Oh nee, Amsterdam Arena wou ik zeggen. Maar het is natuurlijk nu de Johan Cruijff Arena. 1-0. Voor onze pack. Hard voor! Oh, nog een keer! Ja, 2-0! Staat er weer 2-0, kwartier gespeeld. Nou ja, iets meer dan een kwartier gespeeld. 2-0, ja, het is eigenlijk al bepaald. Ik moet nog de rest van de wedstrijd. Nou ja, je werd nooit tegen computer. Vormer! Oh, Vormer met de goal! 3-0! 25 minuten gespeeld, 3-0 voor Jantje al. Eerste helft, Ruudje Vormer. Nou, ik denk oprecht. De aankoop die we hebben gedaan, het team speelt echt super, super, super fijn, man. Echt super fijn. 3-0 al. En dat uit in de Johan Cruijff Arena. Oei, oei, oei. Dit is wel heel ziek. Let's go, wat een heerlijk goaltje. Oh, lekker Marega. Marega. Marega met actie. Marega. Maak die hem af. Het is 4-0. Het is 4-0. Eerste helft. Zo, dit is erg hoor, hè. Dit had ik zelf ook niet verwacht. Ik heb wel eens potjes tegen computer gespeeld eerder dit jaar. En toen, ja, ik heb zo'n uitslag nog niet eerder gehad. Dus zeker niet legendarisch. Dus dit is wel ook wel nieuw voor mij. Oh! Wat? Hoe kan dat nou? Ik zweer, dit heb ik nog nooit gezien. Ik denk dat ik dit jaar iets van 2000 potjes heb gehad met dit. Met zo'n goal tegen heb ik nog nooit meegemaakt. Wat gebeurt er nou? Jezus! Ja, dit is echt niet... Ah, dit is echt jammer, man. Dit is echt jammer. Ik had echt verwacht dat ik de nul zou houden, man. Maar ja, nu wordt het dan toch wel iets spannender. Nee! Oh, 4-2 zelfs. Wat een comeback van Ajax. Wat een heerlijke bal van Oosterwijk. Marenka, maak je hem af. Ja, het is 5-2. En nu zit het wel echt definitief over en na. 3 punten in de zak. En we hebben van Ajax gewonnen. Heel lekker zeg. Yes, 5-2 gewonnen jongens. Eerste wedstrijd. Nou, die ik heb gespeeld dan. Echt heel lekker. We gaan alles simuleren tot aan Feyenoord of PSV. En dan gaan we weer kijken of we wat we doen in de ranglijst. Dus dat is al vrijdag. De 13e, dus ja, zaterdag wordt gespeeld, zaterdag 14e, dus ik ga totaal dat simuleren, dus ik knip even snel door. Yes, zijn we dan. Wedstrijd tegen Feyenoord, gaat morgen gespeeld worden. Nou ja, morgen weet je al, snap je, morgen. Hè. Dus ja, en we staan er best wel goed voor. Ik zal even kijken wat we gedaan hebben tegen de rest. Kijk hoor. Dan hebben we 5-2 gewonnen van, hoe heet het, van Ajax. 2-1 hebben we gewonnen van Heracles. We hebben voor de rest 2-0 verloren van VVV Venlo en we hebben 2-1 verloren van FC Groningen. Dus nu moeten we aan de bak en dat is tegen Feyenoord.
En we staan om de derde, dus dat is best wel een goede uitgangspositie voor PEC Zwolle zeker. FC Groningen staat op kop, dat is wel heel verrassend. Dat is wel heel verrassend. We staan 4 punten achter, we kunnen misschien over PSV heen gaan. Feyenoord staat 10e, dat had ik ook niet verwacht. Feyenoord staat 10e, Ajax is wel iets omhoog geklommen. Dus we gaan gewoon knallen. Feyenoord, it is. Let's fucking go. Wat een actie, Marega. Marega, tweede paal. Ja, wat een lucky. Wel een lucky, ik wou hem echt hoog indraaien, zeg maar, met Marega. Maar hij komt opeens laag, dus nou ja, prima, zien we waar erin zit. Maar we staan in ieder geval 1-0 voor, Namli is het doelpunt te maken. Wel met een beetje geluk natuurlijk, maar... Weet je, hey, hoort er gewoon bij, man. Hey. Gewoon uit in de Johan Cruijff Arena gewonnen, misschien nu wel de Kuip, ja. Ja, weet je. Hey. Oh, wat een fout, Marega, wat een 2-0, ze maken een grote blunder en we staan alweer 2-0 voor. Binnen een kwartier spelen, wat is het heerlijk en wat zijn we dan effectief, jongens, wat zijn we dan effectief. Dit is zo ziek, oh wat heerlijk, Marega, wat een aankoop is dit geweest zeg. Kijk die counter, gewoon die actie-reactie voetbal. Bam, fout, paas, doelpunt, klaar, zo hoort het jongens. Wij maken naar Marega. Marega met de 3-0, wat een actie! Oei. Ajax pak slaag gegeven. En nu ook 3-0 voor tegen Feyenoord. Ja, dit is ziek jongens. Dit is echt heel ziek. Marega, wat een aanwinst. Oh, wat een bal. Nee. Ja. Oh. Ik kon echt niks aan doen, het was gewoon een mooie bal, mooi doorgekopt en dan bam, ja, doe je niks aan. Oh, wat een aanval, Namli met de 4-1! En wat een aanval jongens, wat een aanval, helemaal klaargespeeld. Heel lekker dit. Oh, Marega, haal maar uit, Marega! Oh, Marega scoort! Wat een goal! Dit is niet normaal. Dit is echt niet normaal. Jeetje. Wat een goal. Marega. En tweetje. Oh, wat een aanval. Dat meen je niet. Wat een aanval. 6-1 tegen Feyenoord in de Kuip. Oei. Ah, die Marega is niet normaal. Oh, wat een aanval was dit zeg. Wat een tweetje. Dit is zo ziek. Pap. Oh, die twee mannen het bos in. Oh, wat erg dit. Ah, afgelopen. Jongens, 3 punten in de Kuip gehaald. En gewoon met 6-1 jongens. 6-1, helemaal live. Dus nu gaan we simuleren tot aan PSV. Dan zijn we weer bij de kalender. En dan moeten we tegen NAC, ADO, Vitesse. En dan komt op zondag PSV. Dus daar gaan we weer even een dagje van tevoren simuleren. En dan weet ik zeker dat het goed is. Dus al simuleren. En hopelijk hebben we een mooi resultaat. En dan zal het lekker zijn. Zou wel lekker zijn. Zo te zien staan we derde, maar we gaan eerst natuurlijk even de uitslagen checken wat er nou precies allemaal gebeurd is. Dus eerst blijkbaar tegen NAC. En tegen NAC hebben we 2-2 gespeeld. En vervolgens moesten wij dan tegen ADO, we hebben 3-1 van gewonnen. Vervolgens moesten we tegen Vitesse. En tegen Vitesse hebben we 1-0 gewonnen. En nu moeten we dan tegen PSV. Dus dat is wel sterk. Dus we hebben 2 gewonnen, 1 gelijk. En we staan momenteel nog steeds derde. Dus dat is nog steeds een mooie uitgangspositie. En PSV staat boven me, dus als we winnen... Met 4 doen we het verschil ook meer. Dan staan we tweede waarschijnlijk. Dus, maar Groningen doet het nog steeds supergoed. Ajax klimt wat meer omhoog. AZ doet het nog steeds supergoed. Maar we zijn in ieder geval 4 punten los van Ajax en AZ. Dus dat is sowieso wel lekker. Dus we moeten winnen. Dan blijft nog FC Groningen achtervolgen. Feyenoord is wel echt heel laag gegaan. Die heeft toch wel mentale knak gegeven. Heerenveen is dat ook wel erg laag moet ik zeggen. Maar voor de rest kan het wel op zich. Dus we gaan nu tegen PSV. Dus fucking go. Cool. Ah, deze wedstrijd zal natuurlijk wel iets moeilijker zijn, omdat deze PSV natuurlijk wel wat hoger staat dan Ajax en PSV. Dus ik verwacht eigenlijk een close overwinning, niet echt 4 op het verschil of zo. Een update, ik ben van 4-2-3-1 geswitcht naar 4-2-2, weet je, met 3x2. En ik heb Veerman erin gezet voor Saimak, of voor Mokhtar, zoals je linksboven ziet. Ik was hem even vergeten, maar voor Mokhtar. Dus dan weten jullie dat, en hopelijk... Kan Veerman een verschil maken, want het is gewoon heel moeilijk. Heel moeilijk potje. En gaat niet dan meteen gebeuren? Nee, Veerman is buitenspel. Jammer. Heerlijk. Saimak. Nou, Henkie Veerman.
Doe het maar! Veerman! Henkie Veerman doet het! Henkie Veerman doet het! En wat een wissel is het dan geweest! Henkie Veerman 1-0 tegen PSV. Let's go, man! Let's go! Nee! 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 Boer! Boer! Nee! 22e minuut, Lozano! 1-1! Oh mijn god! Eiting, Marega! Ik zie je! Marega, ik zie je! Henk Veerman, kijk hem gaan in het midden. Henk Veerman. Nee, gaan we toch niet doen. Henkie. Ja, nu wel. Henkie. Henkie. Henk Veerman. Henk Veerman doet het. Laatste minuut. 2-1. Jezus. In de blessuretijd. Oh mijn god. Henkie Veerman. Oh mijn god. Ja, het is de afgelopen 2-1 geworden van PSV. Heel lekker dit. Heel lekker. Henkie Veerman, man of the match, sowieso. Zoals je nu weet gaan we alles simuleren tot aan de transferperiode. Dus dat betekent tot aan de 1e, januari de 1e gaan we alles simuleren. Dus dat gaan we doen en hopelijk gaan we de stand goed. Ja, staan we goed met de stand dus. Let's go. We zijn aangekomen bij de transferperiode en ik ben benieuwd hoeveel ons de club hier staat. Oh, is dat tweede? 3 punten verschil met FC Groningen. Dat is wel heel ziek. Dat is wel echt heel ziek, jongens. Gaan we dan toch kampioen worden? Gaan we dan misschien wel kampioen worden? Ik ga eens even kijken wat de competitiestand is. We hebben eentje meer verloren, maar onze doelstelling was beter dan die van Groningen. Dus stel, Groningen verliest een keertje, wij winnen een keertje. Ja, hey, let's go man, let's go. We worden dan allemaal kampioen. En besef hè, ik heb alles gesimuleerd, echt serieus, alles gesimuleerd, behalve Ajax, PSV en Feyenoord. En dan hebben we gewoon hele goede aankopen gedaan. Als je deze aankopen doet en je alles simuleert, alles, dan sta je gewoon tweede. Dan zijn we achtergekomen. We draaien gewoon een heel goed seizoen. We draaien gewoon echt serieus een heel goed seizoen. En we gaan misschien wel Champions League in met onze PEC Zwolle. Misschien zou het best. Maar we gaan eerst even kijken naar de uitslagen wat we allemaal hebben gedaan. Ben ik wel benieuwd naar. Hebben we ook een topscore erbij zitten? Nee, we hebben geen topscore erbij zitten. Wat hebben we allemaal gedaan, jongens? Het begon allemaal in november. Tegen Vitesse. PSV 2-1 van gewonnen. Toen tegen Heerenveen gelijk gespeeld. Nou, gaan we naar december. 2-2 tegen Utrecht ook. 2-1 gewonnen van AZ. 2-1 gewonnen van AZ. Dat is super knap. 1-0 uitgewonnen van Excelsior. 1-3 gewonnen van Willem 2. 2-1 verloren van Adel Den Haag, dat is wel jammer. En dat was hem. Dus, dat is super, echt super ziek. En even kijken wat mijn geld nu is, hoeveel geld ik heb. Kijk, ik heb nu 1,1 mil, dus ik zou zeggen, ik wacht heel eventjes mijn spelers halen. Ik ga sowieso, ja, ik ga proberen sowieso een paar mensen te verkopen. Dus, laat me in de comments weten welke wedstrijd ik moet spelen. Of dat ik nu misschien iets meer moet spelen om kampioen te worden. Volgende week is trouwens de laatste episode, dat ten eerste. Volgende week is de laatste episode ervan. Want dan is de maand augustus afgelopen, dus volgende week is de laatste. En laat me weten of ik meer moet spelen en proberen kampioen te worden met PEC Zwolle. Of dat ik het, dat ik meer moet simuleren. Laat me weten, al spelen of gewoon weer tegen Ajax, PSV, Feyenoord. Verzin het. Bedenk het, de meeste likes ga ik noemen. Eentje op YouTube, eentje op Instagram. Ah, ik doe maar alleen Instagram. Doe maar alleen Instagram, heel eerlijk gezegd. Want dan is het makkelijker bij te houden. Straks heb ik 2 verschillende reacties. Twee keer zoveel likes, zeg maar. En heb je straks allebei heel veel likes. En dan hebben jullie iets heel anders. Jullie snappen wat ik bedoel. Dus beste reacties op Instagram. Elke dinsdag post ik. Aankomend dinsdag of woensdag post ik de foto waar je onder kan reageren. Ik geef het duidelijk aan waarom je kan reageren. Dus laat me weten. Gaan we misschien wel kampioen worden met PEC Zwolle? Of niet? Ja. We moeten het afwachten. Laat me weten in de comments welke spelen en wat niet. In ieder geval, jongens, dames en heren. In ieder geval, hartstikke bedankt voor het kijken allemaal. Doe een lekker blauw duimpje omhoog. Subscribe natuurlijk op de channel als je het nog niet gedaan hebt. Want binnenkort komt er natuurlijk heel veel FIFA 19 content aan. Hoe je beter kan worden met FIFA 19. Wat de beste manieren zijn om te scoren, noem maar op, te verdedigen, et cetera, met FIFA 19. Dus er komen heel veel FIFA 19 content aan. Dus vergeet natuurlijk niet te subscriben en dan ben je er als eerste bij. Dus ja, ik zie jullie snel weer. Volgende week. Dus later. Peace out.